En de start is in één keer goed. De paarden zijn onderweg en ook Cavalli Starlake is prima weg. Geldt voor alle paarden. Het is een voorbeeldige bandenstart geweest. En de deelnemers die gaan dan op weg naar de verre linkerbocht. En daar gaan we eens even kijken wie dan het best uit dat duel om de koppositie naar voren komt. Dat weten we over enkele ogenblikken, want de strijd is nog gaande. Maar Enzo Watt heeft inmiddels een driekwart lengte voorsprong weten te nemen op het paard in tweede positie. En dat is Arvid Boko. Die krijgt hem wel op maat nu. En zo komen de paarden dan langs de rechter met drie volledige rondes. And so what, Arvid Boko, Blue Diamond, Cavalli Starlake, Brainwave. Dat zijn de eerste vijf. Dan het tweede band, aangevoerd door Dylan F. Boko, gevolgd door Brutus. Dan Dinant Confital met Angie Meadow en in de start van het veld in het tweede spoor Silver Sycamore. Paarden grotendeels achter elkaar. Vooraan natuurlijk een logische tactiek van Rick Wester. Het tempo hoog houden. Die paarden aan de tweede band niet de kans geven om nog dichterbij te komen. En dat is wat And So What en de rijder Rick Wester gaan proberen. And So What, lengte voor. Tweede plaats erachter voor Jan Thijs de Jong. En hij heeft een gastrit achter Arvid Boko. Dan is het op de derde plaats Arend tevreden met Blue Diamond. Paardje dat een hele sterke indruk achterliet in de eerste serie. En ook de indruk wekte dat hij een paar honderd meter extra wel fijn vindt. Daarachter is er dan Cavalli Starlake. En op een lengte daarachter Brainwave. 2,5 lengte dan naar Dylan F. Boko. Brutus gaat als eerste van de reling af. Met nog twee rondes te gaan. En daarachter hangt zich eraan Dinant Confital, Angie Meadow. En aan de binnenzijde gaat Sean Dekker nu zijn geluk beproeven achter Silver Sycamore. Door de bocht, op weg naar de overzijde van de baan. Paard nummer 4 nog altijd aan de leiding. And So What. And So What heeft een lengte. Tweede plaats erachter Arvid Boko. In derde stelling is het dan Blue Diamond. En de vierde plaats voor Ruud Pols en zijn favoriet Cavalli Starlake. En Ruud acht de tijd rijp om het tweede spoor op te zoeken. En die gaat hij nu benutten met zijn favoriet. Het moet een keer, maar het wordt nu geen gemakkelijke opgave. Moet dus anderhalve ronde lang de aanval inzetten op een koploper die vooralsnog in hoog tempo sterk doorgaat met nog een ronde te gaan. En dat is And So What. And So What heeft een lengtevoorsprong op de concurrentie, maar het veld schuift wat in elkaar. Daarachter Arvid Boko. Die gaat brutaal van de reling af. Dat gebeurde in de serie ook, maar dat moest hij uiteindelijk bekopen. Maar nu moest hij wel, want And So What laat het bit een beetje los. En zo kan Cavalli Starlake toch nog even op een ruggetje mee naar voren. Arend de Vrede zit voor een dilemma. Hij moet daar achter weg, maar de weg erlangs is niet echt makkelijk. En inmiddels komt Stal Krebas naar voren in de vorm van Dennis Minema en Dinant Confital. Zo gaan de deelnemers dan af op Eindhovenzijde. Het veld schuift in elkaar. Een prachtkoers. En ook die Angie Meadow komt weer een keer naar voren. Was in de serie natuurlijk al goed. Maar gaat hij dan echt een stunt leveren hier in de finale? Het verandert vooraan helemaal. Met Cavalli Starlake, Dinant Confital, Angie Meadow. En dat zijn op dit moment de voorste drie. En vanuit de start van het veld inmiddels ook een vrij spoor voor Arend de Vrede en zijn paard Blue Diamond. We komen in de laatste rechte lijn. En daar is de leiding overgenomen door Dinant Confital. En die gaat op dit moment als een winnaar berensterk. Tweede plaats erachter voor Cavalli Starlake, maar die krijgt een aanval. En ze wordt weer tweede hoor, die Nicole Hendricks. Geweldig gedaan. Maar Dinant Confital is te goed. Angie Meadow 2, derde Cavalli Starlake. En op de vierde plaats dan Blue Diamond. De uitslag, dames en heren, van de negende koers is officieel. Een overwinning werd het voor paard nummer 8, Dinant Confital. En die wint met Dennis Minema in 1-20-3. Tweede de 10, Angie Meadow. Derde de 3, Cavalli Starlake. Vierde de 2, Blue Diamond. En vijfde de 6, Dylan F. Boko. En de fokker, meneer Molhoek, genoemd. En die feliciteert zijn rijder, Dennis Minema. En Fleur heeft nog een mooie bos bloemen. En nog maar een keer een vispakket, maar de stal in band kent ook vele vrijwilligers en personeelsleden, dus dat komt wel goed. Dennis, gefeliciteerd. Mag ik stellen dat hij eigenlijk in die finale nog beter was dan in de serie? Ja, hij verrast een beetje, want van kop af is hij normaal gesproken wat scherper, maar hij was nou inderdaad aardig wakker op rug. Ja, dat past hem goed. Laten ze gaan, dames en heren. Mooie winnaars, serie en finale. Dinant Confital, een successtory weer voor de nieuwe eigenaar.